Leuk dat je weer kijkt en welkom bij vlog 44 alweer. Vandaag hebben we een van de meest, een van de brouwerijen waar ik toch al ontzettend gek op ben. Brouwerij De Molen uit Bodegraven. Die hebben zo ontzettend veel verschillende bieren. Wat mij het meeste aanspreekt van deze brouwerij zijn hun Imperial Stouts. Ze hebben weer een nieuwe versie. En zoals je in de introductie al kon zien, is dat de Verdeel en Heers van uiteraard brouwerij De Molen. Ja, heel makkelijk herkenbaar aan het etiket. Duidelijk wit met gewoon duidelijke tekst. Beter kan niet. Verdeel en Heers. Nou ja, goed. In het Engels divide and conquer. Staat ook netjes onder. Deze worden uiteraard ook uitgegeven buiten Nederland om. 9,8%. Het is een barrel-aged Imperial Bread-ish. Imperial Bread-ish. Juist. Gewoon een topper. Dat weet ik nu al. Althans, ik ga ervan uit dat het een topper is. En het mooiste is ook, als je kijkt op de achterkant van het etiket. Best before 12/01/2042. Dan ga ik bijna met pensioen. Het is toch wel bizar hoe lang je dit kan bewaren. Kijk, staat ook achterop. Nogmaals, het etiket. Dit is een van hun nieuwste barrel-aged Imperial Stouts. Ik ga hem gewoon openmaken. En ruiken en proeven wat deze jongen doet. Uiteraard hebben wij de Punisher opener. En de snifter. Hij is gewaxed. Kijk, zoals je kan zien zit er een soort van kaarsvetachtige laag overheen. En zo te zien is die goed openbaar, want het is niet heel dik gewaxed, laat ik het zo zeggen. Dus ik ga hem openmaken. Here we go. Nou, licht zusje. Nou, zoals ik altijd al zeg, ik ruik hem nu al. Echt vooral die Imperial Stout geur. Gewoon bam. Right in your face. Ik ga hem inschenken en ik ben heel erg benieuwd hoe deze smaakt. Here we go. Nou ja, uiteraard, hè, het is een stout. Dus het zal zo zwart zijn als nacht. Nou ja, mokka-kleurige schuimkraag die ontzettend snel verdwijnt. Ik weet niet of je het kan horen, maar hij sist enorm. Nou ja, wat ik al zei, zo zwart als wat. Ook als je in het daglicht kijkt. Nou ja, geen enkele mogelijkheid om er doorheen te kijken. Het enige wat ik zie is mijzelf. Of je daar vrolijk van wordt, weet ik ook niet. Maar goed. Ja, perfect. Ik ga hem ruiken. Ik ben benieuwd. Here we go. Zo. Dikke Imperial Stout geur. Ja, ruikt super. Ruikt ook echt naar een biertje van De Molen. Dan zou je misschien denken van een biertje van De Molen. Ja, die hebben toch echt, ik vind, en dat is persoonlijk, die hebben gewoon echt een eigen smaak. Maar als je mij een blinddoek om zou doen, je proeft gewoon dat het er een van De Molen is. Althans, ik kan de uitdaging aangaan, maar ik gok erop dat het mij gaat lukken. Het is gewoon een bepaalde, brouwproces denk ik. Nou ja, helemaal geweldig. Ik ga hem proeven. En ik ben benieuwd hoe die smaakt. Cheers.
vol. Heel vol van smaak. Ook een beetje smokiness. Hè? Een beetje rookachtige smaak. Ja, die komt wel aardig boven, de rook. Smoke. Beetje turfachtig. Turfachtige smaak. Niet extreem zoet. Hij is, ik denk als je zoet en bitter zou vergelijken, dan is hij meer bitter. Maar perfect biertje. Zoals ik al zei, Brouwerij de Molen. Een unieke eigen smaak. Ik ga hem gewoon lekker opdrinken. En uiteraard relaxed opdrinken. Want dit is echt een topper. Mocht je hem zien, koop hem. Wat ik zeg, hij is houdbaar tot 2042. Lange tijd. Bij mij, ja, bieren bij mij redden dat niet zo lang. Dus ik zou zeggen, geniet ervan. En uiteraard bedankt weer voor het kijken. En tot de volgende keer. Cheers.